deze video wil ik iets meer gaan vertellen over de Kidsriver June iSize. Dat is een autostoel die u vanaf de geboorte af aan kan gebruiken tot ongeveer 15 maanden. En dat houdt in van 40 centimeter tot ongeveer 80 centimeter. Waarom zeg ik nou gelijk die centimeters erbij? Omdat deze autostoel voldoet namelijk aan de strenge iSize normering. En daar gaan we meer over centimeters praten. Hoe dat dan nou precies in elkaar zit, de iSize, daar kom ik later op terug. En je kunt hem op twee manieren vastzetten. Door middel van een base. En op het moment dat u de base gaat gebruiken, is die iSize goedgekeurd. Maar je kunt hem ook nog eens een keer vastzetten, gewoon met een gordelsysteem. Deze autostoel is uitgerust met een volledige verkleiner. Waardoor hij ook met zijwaartse impact ook goed beschermd is. En daarom hebben ze ook bij de hoofdsteun hebben ze een drukverlagend schuim weggezet. Omdat dan een impact op het hoofdje gewoon een stuk minder gaat worden. U hebt ook een driepuntsgordel. Die kunt u langer maken door middel van een knop hierin te drukken. Eenvoudig het gordelsysteem los te maken en ook weer super simpel weer vast te zetten. En dan trekt u dus eigenlijk aan het tussenbeenstukje en dan wordt hij strakker. De pads die voelen comfortabel aan en die vallen ook altijd goed over de schouder heen. En na verloop van tijd haalt u eigenlijk de binnenbekleding eigenlijk eruit. En dan heeft u eigenlijk de autostoel op zichzelf. Nou, het gordelsysteem kunt u ook in 6 standen kunt u die stellen. Dat doet u door middel van hier aan de achterkant. Heeft u het klepje. En nu heb je eigenlijk hier een hendel. En daarmee kunt u hem heel goed in hoogte instellen. Waardoor de schoudergordel ook altijd goed op die schouder blijft liggen. Dan hebben ze ook een zonnekapje. Die losstaat van de beugel. Waardoor u hem ook in verschillende standen kan stellen. En u hebt ook nog een ergonomische draagbeugel. En dat is weer fijn als we eventjes vanuit de auto naar huis toe moeten lopen. Het vastzetten in de auto kunt u dus op twee manieren doen. Met een gordelsysteem of met een base. Met het gordelsysteem is hij niet iSize goedgekeurd. Met de base wel is hij iSize goedgekeurd. En hij staat een stuk vaster in uw auto. Dus ook dus een stuk veiliger. Ik laat u als eerst even zien hoe dat u hem vastzet met een gordelsysteem. U zet hem eerst tegen de rijrichting in. Want het kindje moet altijd tegen de bank of stoel aankijken, tegen de leuning. Dan pakt u de heupgordel. Die gaat er overheen. En u klikt hem vast. Dan pakt u de schoudergordel, die gaat om de stoel heen. En die gaat hier bij de achterkant gaat u er doorheen. Dan komt hij zo te staan. Wat dan nog heel erg van belang is, zijn twee dingen eigenlijk. Als eerste nog even goed aan die schoudergordel trekken tot hij goed stevig gelijk in die auto staat. En die draagbeugel, die moet altijd overeind blijven staan. En waarom is dat? Omdat u als u helaas een impact gaat krijgen, is dit punt 1. En dan gaat hij eigenlijk richting de bank toe. En dan wordt het eigenlijk meer een veiligheidsbeugel voor uw kindje. De base heb ik alvast gemonteerd. Hoe dat u de base het beste kan monteren, dat ziet u gelijk in onze webshop. Want daar heeft u bij de base heeft u ook het filmpje staan. Wat moet u nu alleen doen? U hoeft alleen maar nu de autostoel op te zetten. En hij klikt gelijk vast. Door middel van die indicator hier aan de zijkant ziet u ook gelijk van hij zit goed stevig, kan geen kant meer uit. Deze is dan ook gelijk iSize goedgekeurd zoals hij nu hier zo staat. Nou, wat houdt nou iSize in? iSize zijn eigenlijk 3 hele belangrijke dingen voor u als aanstaande ouder. Als eerste is het zo dat kinderen langer tegen de rijrichting in moeten zitten. De huidige wetgeving zegt 9 kilo, kom overeen met ongeveer 9 maanden. iSize zegt nee, minimaal 15 maanden. Maar als het kan, tot 3,5 jaar. Maar 15 maanden is gewoon moet. Dan moet hij altijd vastgezet worden met ISOFIX. Geen ISOFIX kunt u eigenlijk gewoon ook zeggen, niet iSize goedgekeurd. En het derde is, hij wordt op een andere manier getest met impacts. De huidige wetgeving pakt hem alleen frontale impact. iSize zegt ook, we pakken hem ook via de zijkanten. Waardoor dus ook bij de meeste autostoelen, dus ook bij de Kidsriver, die volledige verkleiner in zit, tot het kindje minder dat hoeft te doen. En als laatste, dat is eigenlijk de vierde, maar daar vinden de meeste ouders iets minder van belang, maar toch wel heel erg belangrijk. We gaan niet meer praten over leeftijd. We gaan niet meer praten over kilo's. Nee, we gaan praten over lengtes. Dus in deze autostoel kunnen ze dus in tot 80 centimeter. Daar komt overeen met plusminus 15 maanden. En iSize zeggen dus dat ze minimaal tot 105 centimeter in een vervolgautostoel moeten kunnen zitten.
In de bekleding zit ook nog een airbag sticker in. Nou, waar houdt nou eigenlijk die airbag sticker in? Op het moment dat u hem bij uw passagiersstoel gaat zetten en u hebt een frontaal airbag systeem, moet u die altijd uitschakelen. Op het moment dat dat niet kan, moet die achterin geplaatst worden. Dus dat is erg van belang. Dan heeft deze auto ook nog in de kuip nog ventilatiegaten inzetten. En dat is wel zo prettig op het moment dat we een lekkere warme zomer gaan krijgen. Tot de luchtcirculatie gewoon een stuk prettiger is voor het kindje. Nou, de autostoel zelf is ook nog in meerdere kleuren leverbaar. Kunt u gelijk zien in onze webshop. Bent u daar toch, kunt u hem ook gelijk bestellen. Zegt van, ik wil hem eens even goed testen in mijn auto. Kom dan gezellig langs in een van onze winkels in Nederland of in België.